Welkom bij een uitzending van een oorlog reeds verloren, een vrede reeds gewonnen met Peter van Hoof. En Peter, uh, um, er zijn een paar redenen waarom ik heel blij ben dat je er bent. Allereerst omdat je een Vlaming bent. En dan word ik altijd vrolijk. Okay. Er is zo'n plekje in Nederland. Ik weet niet of je dat kent. Als je bij Maastricht de grens overrijdt en dan kom je, rij je langs de Maas door Visee. Eigenlijk ja. het, eerste, het eerste dorpje uh, en dan weet je dat je in België bent. En dan, dan word ik altijd even gelukkig. Ja, maar dat is dan Franstalig. Dat is het Franstalige deel. Ja. Zeker weten. Maar het mooie <laughs> van België is dat. Uh, het, het heeft misschien nog wel meer identiteitscrisis dan de Nederlanders. Want wij zitten natuurlijk vast tussen de, de Duitsers, de Fransen en de Engelsen en de Scandinaviërs. Um, um, met ons land. En, en dus hebben we invloeden in onze taal en ons eten. en in onze cultuur van al deze, uh, al deze volkeren. Maar de Belgen. Um, uh, is natuurlijk een heel bijzonder volk. En jij bent ooit zelf vertrokken naar, uh, naar Polen. Ja. Um, maar je hebt ook lesgegeven in België op uh, uh, agrarische universiteiten. Nee, op middelbare landbouwscholen. Middelbare landbouwscholen. Dus, dus aan, aan de praktijk echt. Ja. ja. En ligt daar jouw hart bij de praktijk? Ja, alles wat in de praktijk functioneert, dat is prima. En alles wat alleen op papier functioneert, dat, uh, daar heb ik moeite mee. Dus uh, daarom heb ik ook een studierichting uitgekozen die praktijkgerichter was. Dat was de graduaat landbouwopleiding in uh, Vlaanderen. En uh, ja, ik denk altijd maar, als er een verschil is, of als de, de praktijk wat anders laat zien dan de theorie... Vergeet de theorie en blijf bij de praktijk. En dat is voor heel veel um, mensen klinkt dat heel logisch. Maar voor heel veel mensen is dat ook eigenlijk slecht nieuws. Want tegenwoordig zijn er voor iedere boer bijna wel drie tot vijf mensen ergens in een kantoor die over de schouders van die boer meekijken en zeggen: je moet het zo doen. Ja. Nou ja, dat is uh, een evolutie geweest. En net na de oorlog, toen was het probleem van er was honger geweest, vooral in Nederland. En we wouden nooit meer honger hebben. En toen is een evolutie begonnen van schaalvergroting, van uh, steeds meer gaan bemesten. Dat gaf om een duur milieuproblemen. Ja, en die moesten toen beperkt worden. En dan, uh, dan komen er allemaal jongens de boel controleren. Maar ja, misschien had dit ook wel... op een andere manier gekund. Ja, want daar zijn we nu eigenlijk. We zijn nu... Ja, nu. Oh, in, een, in, een, in een... We zijn een weg ingeslagen... ooit... met, met, met meer regelgeving... en... Uh, een, eerst een probleem... enerzijds creëren en anderzijds... Uh, dan, dan een, een technische oplossing... Uh, genereren voor dat probleem. Um, en uh, eigenlijk. Dit gesprek is een gesprek in twee delen. En dat is wel leuk. Dat ook voor de kijkers van. Uh, uh, een oorlog reeds verloren. Uh, we zien 2022. En deze opname wordt gedaan op 2 februari 2022. Um, dat uh, is denk ik een mooi. kantelpunt. Een kantelpunt om. De problemen nog steeds te analyseren, maar ook steeds meer te gaan kijken van: oké, okay, maar hoe gaan we dit dan oplossen? Want de traditionele probleemoplossers zijn hun gezag eigenlijk structureel aan het verliezen. Want ze komen met oplossingen die niet, die niet kloppen. Nou ja, we zien, we zien toch wel een aantal problemen toenemen, uh, zoals op vele bodem staan, als we even naar de bodem kijken. Uh, een slechte verhouding tussen de mineralen. Vooral uh, te veel magnesium, te weinig calcium vaak. Uh, fosfaatproblemen en van bodems waar nu na lange jaren fosfaatbeperkende maatregelen eigenlijk te weinig fosfaat komt. Daardoor ook een minder goede beworteling. En problemen bij boeren die geen fosfaat mogen toepassen, want dan worden ze op afgerekend. Maar die van de andere kant ook geen fatsoenlijke teelt kunnen laten groeien in sommige gebieden, omdat, omdat ze geen fosfaat omdat ze te weinig. Hebben. Omdat hun wortels niet, uh, niet diep genoeg gaan. Ja, en die gaan niet diep genoeg door onder andere een fosfaatgebrek. Dus uh, nou ja, en dat mag dan niet. Daar zijn regeltjes voor opgesteld, maar die eigenlijk te weinig rekening houden met de praktijksituatie. Kijk, jij, jij zit er heel diep in. Voor uh, boeren. Die, uh, die hier naar kijken. Is het heel interessant om. een goede probleemanalyse te hebben. en daarna oplossingen. Hmm. En je gaat de oplossingen. ga je straks met Jeroen bespreken. En ja. met mij. bespreek je de, uh, de uitdagingen. Okay. We, we zaten voor te, voor te bespreken. en je zei eigenlijk iets heel belangrijks. En dan gaan we terug even. naar de Tweede Wereldoorlog. En het begin van de kunstmest. Hoe, hoe is dat ontstaan? Want je had het over, je had het over de wapenindustrie. Nou ja, in de, in, de, in de oorlog waren er fabrieken die ammoniumnitraat maken. En dat hadden ze nodig om. En ammoniumnitraat is een soort stikstof, hè? Eigenlijk is dus uh, een stikstofbasis. Ja, is een combinatie van nitraat en ammonium. Dat hebben ze toen de tijd gemaakt om bommen te maken zo'n explosief materiaal, als je er een onder andere ontdekt. in Nederland, hè, in Limburg. Ja, ja, overal in Duitsland, in België, ze wordt overal gemaakt. En uh, ja, op het eind van de oorlog uh, stonden die fabrieken er. Er was er geen afzet voor dit product. Toen hebben ze ontdekt dat uh, eigenlijk planten hierdoor sneller gaan groeien. En toen hebben ze dit gaan gebruiken. Ja, je, je, je als zei, je stikstof, zei, meststof. Zei, ze hebben een beetje gemorst en ineens groeide dat gras heel hoog. Nou ja, bij wijze van spreken, maar ze hebben dus gewoon proefondervindelijk ontdekt dat het hierdoor goed ging groeien. Of hij goed snel ging groeien. Ja. En dat is dan een beetje de basis geweest van de, van de verder ontwikkeling van de landbouw. Al, al een onderdeel van het probleem is dat. Het winnen van stikstof uit de lucht, want wij ademen. En er hangt 78% van de lucht die wij inademen. bestaat uit stikstof. Zo is het. En dat is het. Het. Het, het chemisch. Uh, uh, chemische aanduiding is N. Ja. N. En. En. Uh, die. Die, die ammoniumnitraten. dat is vaak. Um, uh, 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 Na. Of. NH3. Dan... NO3 is nitraat en NH4 is ammonium. En die twee samen is dan ammoniumnitraat. Juist. Dus dat is een, een stikstof, uh, meststof, die voor een stukje snel werkt door het nitraat. Ja. Nadien wordt het ammonium wat erin zit in de grond ook nitraat. Maar dat komt iets later vrij. Juist. Uh, het enige probleem is dat er helemaal geen koolstof in zit. En dat dus door een klein beetje van dit te bemesten... Ga in de bodem de humus die er zit, of de organische stof, versneld afbreken. Daarbij komt CO2 vrij. Want een plant heeft om die stikstof als groeimiddel te kunnen gebruiken, koolstof nodig. Ja, hij neemt stikstof op, maar hij heeft daarnaast koolstof nodig om van die stikstof eiwitten te maken, en kan hij die koolstof niet uit de lucht halen? En hij heeft. Uh, ook dan elementen nodig om dit mogelijk te maken. Ja. Dus zink en koper. Ja, en molybdeem en, en zwavel en magnesium. Dus allerlei dingen die, die nodig zijn in de plant om die omzetting te kunnen doen. Maar ik heb eens een berekening gemaakt over hoeveel koolstof een plant eigenlijk moet opnemen als je hem zou bemesten met 50 kilo zuivere minerale stikstof. Als je gras neemt met 15% ruw eiwit, dan is daar ongeveer 18 keer zoveel koolstof nodig dan stikstof om dit in goede balans te laten groeien. Dus dat betekent dat koolstof 18 keer belangrijker is dan stikstof. Nu komt het erop aan om te zorgen dat de stikstofopname en de koolstofopname aan hetzelfde tempo gaan. Dus dat je per kilo stikstof in dezelfde tijd... Die 18 kilo koolstof uh, kunt laten opnemen door een teelt om uh, geen problemen te veroorzaken. Nu, het bemesten van bijvoorbeeld 50 kilo stikstof per hectare lijkt dan niet zoveel, maar dat betekent wel dat die plant dus 900 kilo koolstof bij elkaar moet krijgen op een korte tijd om die stikstof te kunnen omzetten. Als dit te lang duurt, dan uh, krijg je ofwel een slechte kwaliteit eiwit in het gras. Of bij akkerbouwteelten kun je dan problemen krijgen met schimmels of met, uh, met insecten. Kort gezegd met, met ziekte en plagen. Um, ja, dus het is, het is heel grappig. De, of althans grappig, het is heel pijnlijk. De, uh, de toevoer van kunstmest zorgt voor bodemuitputting. Uh, uh, Die bodemuitputting... Die zorgt ervoor dat eigenlijk in het tweede of in het derde jaar. dat je moet blijven aanleveren. steeds grotere hoeveelheden van die kunstmest. Waardoor je de, het biotoop verstoort. Waardoor er een mogelijkheid ontstaat dat die planten aangevallen worden door parasieten. Uh, ja, misschien iets kort door de bocht. Maar in elk geval is het wel zo dat. Uh, doordat je die kunst die, die snelle stikstof geeft. Dat een deel van de humusvoorraad in de bodem versneld wordt afgebroken. Daarbij komt CO2 vrij. En dat is het belangrijke groeimiddel voor die planten. Dus die krijgen daardoor naast een beetje stikstof heel veel CO2. Maar je verarmt je bodem. Het groeit wel hard. En een deel van het stikstof-effect is eigenlijk een CO2-effect op de groei. Maar uiteindelijk, als je dit jaren blijft volhouden, wordt je bodem steeds armer, steeds armer aan humus. Als je geen uh, meststof aanvoert waar ook sporenelementen in zitten die belangrijk zijn, verdwijnen die ook stelselmatig. En in hey, 2019 heb jij een bodemonderzoek gedaan en mest, een mestonderzoek. Ja, toen hebben we bij 135 melkveebedrijven gaan kijken hoe de kwaliteit van de drijfmest was. Hoe die ontstaan is, dus hoe het voeren van de koeien daar invloed heeft op gehad. En nadien zijn we gaan kijken hoe die mest op het land werkt. En dan hebben we dus gezien dat bij verstandig voeren is de kwaliteit van de drijfmest beter eh, waardoor die op het land ook beter kan werken. Maar dan is het ook weer belangrijk om die op een verstandige manier aan te wenden. Ja, dus, dus uh, het verschil tussen uitrijden. Of injecteren per spoortjes van 12 centimeter? Nou ja, het, het, het injecteren is in principe verplicht. Dat hebben ze gedaan om geen eh, ammoniakemissie in de atmosfeer te krijgen. Maar dat is ook een wasseneus, zei je. En nou ja, kijk, als je de dieren verkeerd voert, dan benutten die dieren de, het eiwit niet zo goed. Of het voer gaat te snel door, de, door die koe bijvoorbeeld, waardoor er... Een deel van de stikstof uit eiwit onbenut in de mestput komt, dan heb je mest met veel ammoniak. Die stinkt en dat wil je niet. Dus toen hebben ze bedacht een technische oplossing. We gaan die stinkende stroom in de bodem injecteren. Dan ruik je niks. Maar dan is nog het probleem dat je op die smalle strookjes een gruwelijke overbemesting geeft, veel te veel, wat die grond eigenlijk niet aan kan. En tussen die spoortjes geef je niks. Dus het is heel slecht verdeeld in de bodem. En voor, met name op zandgronden geeft dat problemen. Want die kunnen van nature niet veel voedingsstoffen vasthouden. Het gevolg is dan dat er nutriënten verloren gaan. Een deel van het ammonium wordt nitraat in de grond. Dat neemt calcium mee, spoelt uit. Waardoor de grond verzuurt. Dan moet je dat bekalken. En het humusgehalte neemt af. En dat, ja, dat is niet wat je eigenlijk wilt. Um, het zijn ook zware machines die een loonbedrijf meestal heeft, die vele boeren niet zelf hebben. Dus ze zijn afhankelijk van een loonbedrijf om die mest op het land te krijgen. Terwijl vroeger ging men gewoon bemesten met de, de ketsplaat. Dus het werd bovenop fijn verdeeld over het hele perceel uitgespoten. Ja, dat willen ze nu niet meer omdat dit zou stinken, maar je kunt wel uh, van een uitzonderingssituatie uh, of regel profiteren als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Dan kun je nog bovengronds bemesten. Maar dat maken ze vrij moeilijk, uh, met ook weer regeltjes die ervoor zorgen dat er in Nederland ongeveer 400 boeren zijn die op die manier kunnen bemesten. Maar dat geeft een betere benutting. Dat kwam uit ons onderzoek. Dat al die jongens die bovengronds bemesten, niet te vroeg bemesten, zonder kunstmest erbij en dan niet te vroeg maaien, die hadden de beste stikstofbenutting. Terwijl de jongens die heel vroeg gaan bemesten, heel veel ineens, geïnjecteerd, daar nog kunstmest bij en dan vroeg maaien, ja, die hebben een hele slechte stikstofbenutting. Worden die boeren. Dus, en er wordt wel eens in de comments bij mij, als ik het over boeren heb in Nederland, wordt er gezegd: ja, maar Sven, die boeren waren ook alleen maar bezig om zoveel mogelijk geld te verdienen. Nou ja, het is duidelijk. Ieder, iedere ondernemer wil geld verdienen, wil zijn gezin onderhouden, wil een beetje geld opzij kunnen leggen om eens een investering te doen. Dat is normaal. Maar. Ja, als je natuurlijk eh, jonge boeren gaat opleiden van de enige manier om geld te verdienen is zo groot mogelijk bedrijf hebben, zoveel mogelijk dieren, zoveel mogelijk hectares. Je moet een grote trekker hebben, je moet een peperdure stal zetten. Dan zet je eigenlijk van in het begin van de loopbaan van die boeren al een zware druk door een lening met hypotheek op hun, die ze dan hopelijk tegen het eind van hun leven kunnen afbetalen. Ik weet niet of dat, dat de goede weg geweest is. Want het gevolg daarvan is dat er inderdaad geen honger is. Er is ruim voldoende voedsel. Maar er is eigenlijk te veel. Waardoor En prijs. Precies. Gedrukt is. En als er te veel van iets is, zeker in landbouw met producten die niet eeuwig houdbaar zijn, dan zakt de prijs enorm. Dus de prijzen zijn laag. De boeren kunnen eigenlijk geen geld verdienen. Vanuit de prijs van hun product en krijgen dan subsidies. Nu lijken subsidies leuk, maar aan het al dan niet krijgen van subsidies worden voorwaarden gekoppeld. Dus als jij mooi, braaf meeloopt en je houdt je braaf aan alle regeltjes, of die nu zinvol zijn of niet, maakt even niet uit, dan krijg je die subsidies. Zeg jij van ik doe niet mee aan deze regeltjes, want die zijn voor mij schadelijk, die zorgen ervoor dat ik minder goede stikstofbenutting hebt, dan vang je je bot, je krijgt de subsidie niet meer. En dan kom je echt in de problemen. Dus dat is een beetje het jammer, hè. Of de keerzijde van dat goedkope voedsel. We zijn bezig boerenbedrijven zodanig groot te maken dat ze nog nauwelijks over te nemen zijn door de volgende generatie. We zijn de bodem aan het verarmen. We zijn de... De gezondheid van teelten en dieren, toch wel wat aan het ondermijnen. En, en zo ook van mensen. Je had een voorbeeld over, over melk. Nou ja, eh, ik werk ook samen met eh, adviseurs die eh, bezig zijn met regeneratieve landbouw. Eh, ik, ik doe dat zelf ook. Eh, wij zoeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat ten eerste de, de dieren gezonder zijn, de bodem teruggezond wordt. Het voedsel wat de landbouw voor ons produceert ook gezonder wordt. Want eigenlijk zou de boer een soort van dokter van de toekomst moeten zijn in de zin van preventieve gezondheid. Een van de professoren van de Universiteit in Gent die heeft toch ook onlangs ontdekt dat alle eh, coronapatiënten met zware symptomen die op de IC liggen, die hadden allemaal een gebrek aan zink en selenium in hun bloed. Dus dan zitten we terug bij sporenelementen die minder in het voedsel zitten wat we nu eten dan het voedsel wat pakweg 80 jaar geleden geproduceerd werd. Ja. En omdat die sporenelementen er niet in zitten, kan die plant ook minder goed een fatsoenlijke fotosynthese hebben. Dus minder goed koolstof uit de lucht of vanuit de ademhaling van bodemleven opnemen om suikers te maken. En die suikers. Zijn dan de energiebron van de plant. Dus, dat heeft ook een Duitser bewezen van de Universiteit van Augsburg. Ik ben zijn naam nu even kwijt. Die heeft aan de basis van satellietfoto's kunnen laten zien dat door gebreken aan mineralen en sporenelementen in de bodem de fotosyntheseactiviteit sinds de jaren tachtig is afgenomen. Terwijl, en misschien is dit ook een oorzaak dat het CO2-gehalte in de lucht stijgt. De, de planten zijn de enigen die CO2 uit de lucht kunnen halen. Dus hoe beter de fotosynthese, hoe meer zonlicht, hoe beter dit kan gebeuren. Maar dan moeten er wel de, de sporenelementen zijn en de hoofdelementen. Dus dan is vooral magnesium, zwavel, molybdeem, fosfor, boor uh, en, en mangaan belangrijk. En uh, Door het uh, begeleiden van een groepje boeren van LTO, dat waren akkerbouwers op Goeree-Overflakkee in de, de hoekse Waard en melkveehouders in de Alblasserwaard, zie je dus gewoon dat met plantsapanalyses dat er heel vaak gebreken zijn aan mangaan. Dus mangaan is een cruciaal element voor een goede fotosynthese. Ja, je daar geen aandacht aan geeft, dan ga je meer bemesten, want je ziet dat die teelt niet voldoende groeit. En je denkt dat te kunnen oplossen door meer stikstof te geven, terwijl het eigenlijk ligt aan toch wel wat gebreken van sporenelementen. Dus die kant willen we verder op, om, uh, ja, eigenlijk te laten zien van, het is niet altijd stikstof wat het probleem oplost. Want hè, um, uh, uh, we hebben in Nederland nu al een aantal jaren dat uh, uh, politiek Den Haag en, uh, en, en met de heigerige media in, in haar slipstream um, uh, uh, een, 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 een grote boeman term de wereld in heeft gegooid uh, van de boeren produceren te veel stikstof. En dan wordt er nog over PFAS gesproken. Um, en... Uh, uh, Mensen in, in de straat nemen dat over. Er is een stikstofprobleem. Ze hebben die propaganda hebben ze geloofd. Is er een stikstofprobleem? Ja, er is zeker een stikstofprobleem. En hoe zit Ge gecreëerd. <laughs> <laughs> en het gecreëerd? En het zal allemaal wel kloppen dat maak uh, wegen dertig jaar geleden dat er dan echt veel te veel bemest werd. En... Echt heel veel ammoniak in het milieu kwam, dat er toen overdreven werd, daar denk ik niet dat er iemand aan twijfelt. Uh, nou ja, dus dat is wel te begrijpen, maar dat is gekomen omdat wij in de landbouwschool geleerd hebben van je kunt nooit genoeg bemesten, je kunt nooit genoeg opbrengst hebben. Uh, we moesten uh, in België dan, wij moesten het voorbeeld van de Nederlanders volgen. Het moest zo intensief mogelijk, zo hard mogelijk mesten. Zo... Alleen de maximale opbrengst is goed. Ja, zo, zo werkt het helaas niet. Dat is geen duurzame oplossing. Dat blijkt nu ook steeds meer en meer. En uh, ja, dat zullen we toch even terug moeten in andere banen gaan leiden. En, uh, maar daar is genoeg kennis en ervaring ook binnen Nederland om dit uh, in goede banen te krijgen. Alleen ja, vadertje staat moet wel even mee willen om dit ook te faciliteren. En, wa en wat zijn de redenen waarom vadertje staat dat niet wil? Nou ja, dat zou je dan aan vadertje staat moeten vragen. Maar het idee is wel dat uh, ja een deel denk ik uh, een gebrek aan bewustzijn bij ambtenaren. Beleidsmensen zijn niet altijd boeren. Meestal niet. Um, en ja, je, je moet de oorzaak van het probleem doorzien en daar ook iets aan willen doen. Tenzij het probleem een verdienmodel is voor sommigen, ja, dan is het belangrijk om het probleem zo lang mogelijk in stand te houden om dat verdienmodel overeind te houden. Er is ook een heel groot verdienmodel van uh, uh, allerlei organisaties. Om uh, steeds minder boeren, dus steeds grotere bedrijven, steeds meer mechanisatie. Uh, de financiële sector wil uh, die boeren natuurlijk helemaal vol pompen met leningen. Ja, nou ja. Het is leuk als je veel klanten hebt voor een lening. Maar als boer zijnde met een hele grote lening boven je kop, is denk ik niet zo leuk. Zeker als je met moeite financieel rondkomt. Ja. Na al die zware investeringen. We hadden ooit het boerenprotest hier... en toen vroeg ik aan, uh, aan alle politieagenten... wat ze ochtends gegeten hadden. En ja. dan uh, boterhammen met kaas... En, en er kwam van alles voorbij. Ja. Vroeg ik van, waar kwam dat vandaan dan? Hè? Dus, ja. dus het, de term no farmers, no food. Zo is het. Heb jij het idee dat het de boeren... Um, de afgelopen... 15 jaar onnodig moeilijk wordt gemaakt? Of, of is, zijn, die, is die, zijn die maatregelen wel degelijk terecht in die denk dat uh, Een deel van die maatregelen is in het begin zeker wel terecht geweest, maar het is doordat ze constant op die technische oplossingen zitten voor een biologisch probleem dat het niet goed komt. Wat bedoel je daarmee? Dus uh, bijvoorbeeld dat mest injecteren. Je hebt een mooie technische oplossing bedacht om die mest technisch onder de grond te verstoppen, maar je kijkt niet wat dat doet met de biologie in de bodem of in de plant of voedsel. Nee, dus, dus eh, er is een probleem, een stikstof in de lucht, dat is verkeerd, eh, levert problemen op. En vervolgens eh, heb je een technische oplossing, je verstopt dat probleem in de grond en vervolgens, zei jij, heb je het probleem in je grondwater zitten. Nou ja, ik heb het idee. Als Problemen opgelost? Dat, geen, geen, uh, ja. Het probleem is stikstof in de lucht. Nou, dat probleem is opgelost. Ja. Prachtig, toch? Ja, prachtig. Maar als je dan niet kijkt naar uh, hoeveel stikstof je moet hebben om een ton gras te laten groeien, en je hebt veel meer stikstof nodig omdat er verliezen zijn die je niet mee in beeld neemt, ja, dan is die technische oplossing een schijnoplossing. Dus wij moeten naar oplossingen. Door techniek, maar die de biologie ondersteunen. Dat is het voornaamste. He, de, de biologie is het verdienmodel voor de boer. Ja, je zei en, op, op, een gegeven, en, op een gegeven moment: ja. werd een koe gezien als een machine? Ja, toen ik dat toen uh, was een koe een machine. Je duwt er wat in. De input, dat gaat erin. En langs de andere kant komt er, uh, komt er melk uit. En dat is het, maar een koe is geen machine. Een koe is een levend iets en ja, die moet gewoon goede omstandigheden hebben om te, om te ontwikkelen en te produceren. En dan maakt het zelfs niet uit of dat een, een koe is waarvan de eigenaar thuis in huis een papiertje heeft liggen dat die biologisch is. Of iemand anders die dat papiertje niet heeft, die koe weet of die zichzelf of die zich goed voelt of niet goed voelt. Die bodem ook, die weet ook niet of die boer een papiertje van biologisch heeft of niet. Die weet wel van, krijg ik hier goede mest, Word ik fatsoenlijk, uh, krijg ik een fatsoenlijk beheer. Hè? Dus is, het, is het, uh, de behandeling van de bodem door die boer goed of niet goed? Dat weet die koe veel beter dan, uh, nou ja, dan dat, de beleidsambtenaar dat natuurlijk. Dat ondervindt die biologie. En er zijn gelukkig uh, <coughs> toch een aantal bedrijven redelijk aantal bedrijven in Nederland die kunnen laten zien dat het anders en beter kan, ja, die komen dan wel eens in aanvaring met die regeltjes. Uh, en... Een voorbeeld: een collega van ons die, heeft nu, uh, die zit dan in Vlaanderen, maar die heeft 1500 euro boete moeten betalen uh -huh. omdat die volgens het model wat berekent hoeveel stikstof die bemest heeft, zou die te veel stikstof bemest hebben. En dat is niet zo. Hij heeft niet te veel bemest. Hij heeft alleen de pech dat hij goede drijfmest heeft met weinig stikstof. Volgens de wet heeft alle drijfmest 4 kilo stikstof per ton. Tenminste, runderdrijfmest. Hij heeft dan iets meer dan 3. Nou ja, bij wet heeft hij 4 kilo. Hij mag dan 42 kuub mest rijden. Maar omdat hij in de praktijk minder heeft... Zou hij meer dus mest moeten rijden? Zou hij eigenlijk meer kubes mest kunnen rijden zonder dat hij de limiet over, overtreft? Maar dat is niet. Dus hij bemest want, minder want, dan want, mag. Want in, de wet, want in de wet staat een fictie. Er zit 4 kilo per kube in. Ja, daarom streven wij ernaar van je zou een erkend mestmonster moeten hebben. Dat je je baseert op hoeveel stikstof effectief in die mest zit. Want iemand die dan minder goede drijfmest heeft waar veel stikstof in zit... He, bijvoorbeeld vijf kilo per ton. Daar zegt die wet ook weer: nee, nee, er zit geen vijf kilo in, er zit maar vier kilo in. Ja. Dus die gaat maar, eigenlijk volkomen. Maar willen we niet kijk, te veel bemesten? Meten is weten. En, en we, we hebben elkaar ontmoet, ook in Baarn, waar, waar dokter Beekmans bezig was met een onderzoek. En je, je, prachtige zin van jou. Ik, vind het, uh, ik, ik hoop dat Renko het als titel wil nemen: uh, de, de boer als dokter van de toekomst. Ja. Want. <tus> En meten is weten. He, dus je wilt een goede diagnose maken en dan kun, je, dan kun je goed beoordelen. Maar draaien we niet door? Draaien we niet door in. Kijk, een boer die weet ook door gewoon naar zijn land en naar zijn koeien te kijken. En als we alles gaan meten, omdat er mensen achter hun bureau zitten met beleidsregels. Hmm. We moeten alles doormeten. Want voedselzekerheid in kwantiteit en voedselveiligheid in kwaliteit. Ja. Het, het, het is allemaal onderdeel van die pech moet weg gedachte. Als we alles controleren en weten, dan zijn we veilig. Ja. Maar de basis van die gedachte is natuurlijk. Is, is natuurlijk een, een soort diepgewortelde angst over dat, dat de een meer verdient dan de ander, of dat de een of En als we alles maar gaan controleren, dan komt het goed. Maar in de tussentijd controleren we alles kapot en kloppen die beleidsregels helemaal niet met de realiteit. Nou ja, zo dat, is, dat is de frustratie ja. van de agrariër natuurlijk. Dat die zegt: van, luister, u heeft al die regels. Wie bent u überhaupt dat u hier mijn erf op komt lopen? Ik weet toch verdikken me wel waar ik zelf mee bezig ben? Er zit dus geen enkele vorm van, van vertrouwen meer in. En dit is een vicieuze cirkel naar beneden, want meer controle en meer regels maakt het moeilijker voor die boer om iets te kunnen doen. En het, en, het, en het is niet in overeenstemming met zijn realiteit. Maar als hij zijn realiteit aankaart, dan krijgt hij geen gehoor. Dan zegt hij: Nee, sorry, dit zijn de beleidsregels. Dit hebben we zo met elkaar afgesproken. Ja, ja. Hebben we zo met elkaar afgesproken. Dat is ook altijd het, uh, het lastige. Dus uh, ja, ja, dat is het probleem. Uh, een, een beleid is allemaal prima, maar het moet wel reëel zijn. Huh? En uh, die overdreven controles zijn volgens mij ook niet nodig. Uh, er is wel bij boeren natuurlijk een, een nood aan een bewustzijn dat het anders kan. En, en dat dit ook rendeert. Ik heb daar ook een filmpje over gemaakt met wat uh, vrienden samen. Van minder kosten door een betere biologie op je bedrijf. Dus wij denken dat iemand die goed bezig is, dat die eigenlijk minder kosten heeft. Want hij bemest wat minder. Hij heeft minder ziekte druk in zijn teelt. Hij heeft betere kwaliteit voer voor de koeien. Uh, alles functioneert goed. En uh, omdat hij de biologie ondersteunt op zijn manier. En dat doet ieder op een eigen manier. En dat is het leuke aan boeren. Je kunt wel op één plekje een fout maken in je bedrijf, maar op een ander plekje dat ruim compenseren. En uiteindelijk functioneert het dan wel. Terwijl iemand anders die zal een andere fout maken. Ja, iemand die veilig een... die wel op de juiste manier bemest. Ja, bijvoorbeeld. Terwijl iemand anders, die, uh, uh, die, die, die heeft zijn weidegang uh, weer aangepast. Ja, dus zo, zo zijn er, is er veel ruimte voor creativiteit. Alleen, ja, die overheid maakt die creativiteit eigenlijk wat onmogelijk. En ik denk, als die boeren echt doorhebben dat bijvoorbeeld stinkende mest een financieel verlies is voor hun, want dat ze stikstof kwijt geraken. Ja, dan gaan die zelf zorgen van hé, hey, wij willen als ondernemer geen verlies hebben. En wij gaan dit anders aanpakken om die verliezen niet te hebben. Dat is toch logisch? En, uh, is die stikstof dan te binden op de een of andere manier? En nou dat ja, het wel ja. weer beschikbaar komt? Je moet gewoon zien dat er voldoende koolstof staat tegenover stikstof, ook in de mest. Dus je zou een beetje stro kunnen toevoegen aan de boksen of in de stal. Zoals vroeger. Ja, gehooide. Ik wat, weet, wat... ik heb altijd geleerd. Het beste wat je hebt voor je aardappels is gehooide koemest. Ja. Gehooide koemest. Want dan kun, daar groeit die aardappel het beste op. Nou ja, want dat... dan heeft hij veel. Hè, en, 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 en dan, wat je wilt, is gehooide koemest. Gooi die dan in de kruiwagen. En dan uh, de, de tuinslang erop. Uh, water op pompen. En uh, dat het nat werd. En dat, uh, dat, dat, dat liet uh, je dan langs je aardappelvelden lopen. Nou ja, organische stikstof moet je hebben. Dat is de veiligste vorm van stikstof. En, maar, die werkt rustig. Uh, die werkt niet zo snel als nitraat of als ammonium. En uh, ja, dan, dan gaan er een hoop dingen beter. Zou, als we, als we kunstmest zouden uh, verbieden? We verbieden kunstmest. Ik, even, ja. even heel rigoureus. Ja. Is het stikstofprobleem dan over? Uh, dat weet ik niet. Uh, nou ja, dan gaan wel boeren heel creatief worden van uh, hoe kunnen we het doen uh, zonder die kunstmest dan, omdat die verboden is. Die tendens zie je nu ook al een beetje omdat kunstmest erg duur wordt. Dus dan komen ze eigenlijk bij ons aankloppen van hey, uh, hoe kunnen we toch een goede productie hebben zonder dat dure spul erbij. Dus de, de creativiteit begint. En... Uh, ja, dan ben ik ook blij dat ik mee kan doen aan een projectje in Gelderland bij 15 boeren. Waar we de volgende vier jaar gaan kijken van uh, ja, met uh, hoeveel bemesting ze dan fatsoenlijke hoeveelheid gras kunnen laten groeien en de koeien gezond houden. Dus uh, ja, dat uh, zijn van die leuke, leuke ontwikkelingen. Uh, wat, is, wat is het grootste probleem? In de, in de landbouw. En dan mag je, mag je op zich, wat mij betreft, wel even diversifieren tussen uh, veeteelt en akkerbouw. Ja. Uh, wat als je, nou, als je nou zegt van. Sven. Ik mag, ik mag drie of vijf problemen aankaarten. die opgelost zouden moeten worden. welke zouden dat zijn? Nou ja, in de, in de akkerbouw is dat. Uh ja toch wel een onbalans van mineralen in in vele bodems te veel calcium of te weinig calcium vaak te veel magnesium weinig zwavel fosfaatgebrek eh, en gebrek aan sporenelementen die door jarenlang ja te intensieve bemesting met te weinig aandacht voor die sporenelementen vooral door die bodems eigenlijk uitgeput zijn dus dat uh, is een, een primair ding om aandacht aan te geven. Dan verder uh, zijn boeren de basis kwijt. Hè? Uh, er zijn niet veel boeren die naar bewortelingsdiepte gaan kijken. Van hoe diep maakt mijn teelt nu wortels? Ja, Ik dat heb altijd geleerd. Een enorm verschil in uh, hoe, dieper je, hoe dieper je wortel, hoe meer kracht je aan de bovenkant gaat krijgen. Je hebt eigenlijk een graszool nodig van 50 centimeter. Ja, of, of zelfs meer. Wij zien bedrijven waar worteling, beworteling is tot 70 centimeter diep. En je ziet er andere waar, eh, op grasland waar de beworteling ophoudt met 12 centimeter. Nou ja, de, dat land met die 12 centimeter beworteling, daar heb je nooit een goede stikstofbenutting en een goede groei. Want het minste dat het droog wordt, stopt het ook met groeien. En dat land met die 70 centimeter bewortelingsdiepte, dat heeft altijd vocht. Dat kan het eh, zes keer zoveel bodemvolume voedselvrij maken. Dat groeit heel anders. Dat is waar we naartoe moeten. Maar als je te weinig fosfor in de bodem hebt, gebeurt dit niet. Om een voorbeeld te noemen. Hè. Dus eh, die bewortelingsdiepte, daar moeten we veel meer aandacht voor hebben. En het besef moet komen dat ja, niet alles alleen maar van stikstof groeit, maar dat besef is er ook wel, dat, dat neemt toe. Hè. Ook uh, bij uh, ja, fanatiek gangbare boeren die beginnen dat steeds meer en meer ook te zien en toe te passen. Dus dat gaat de goede kant op. Uh, en ja, dus de, de, de akkerbouwproducten en de groenten en het fruit zouden op termijn uh, meer terug. Vitamine, mineralen, sporenelementen moeten bevatten en minder residu's van gif. Want uh, dat gif ook, hè, het wordt onderzocht, is één gifstofje veilig, breekt het af. Hoe lang moet je wachten nadat het gespolten is om dit uh, te oogsten? Maar waar ze nooit naar kijken is de combinatie van gifstoffen die met elkaar samenwerken en daardoor vele malen giftiger kunnen worden. Dat wordt nooit bekeken. Dat is wel iets waar ook het bodemleven dan veel last van heeft. Uh, dus dat zie ik ook wel in de laatste elf jaar door heel veel metingen bij heel veel boeren te doen in Nederland. Dat, uh, dat zijn dingen die meespelen. Dan voor de veehouderij ja, is het, uh, het voornaamste verdienmodel is zoveel mogelijk melk produceren uit eigen voer, dus met weinig aangekocht voer. Uh, en dan moet je gewoon zien dat je productief grasland hebt. Of productieve maïs. En ja, dat je dus eigenlijk verder kunt met niet te veel kunst, uh, met niet te veel krachtvoer. Dat je ook niet te veel kunstmest nodig hebt. Ik zeg altijd een melkveehouder die kunstmest nodig heeft om gras te laten groeien, die heeft nog ruimte voor verbetering. En dan. Uh, ja, ik denk dat dat een beetje het, en misschien, ja, een, uh, de afstand tussen boer en consument korter maken. Hey, dus dat de boer niet meer per se melk levert aan een hele grote melkerij, die alle melk ophaalt en, en klaar. Maar dat die bijvoorbeeld iemand die dichter in de buurt van een stad woont, een deel ja. melk zelf verkoopt, maar dat kunnen geen bedrijven die 300 koeien hebben, die 10.000 liter per koe geven. Die hebben zoveel melk dat ze dan nooit vanaf kunnen. Dus die moet wel naar de melkerij. Maar ja, je hebt ook van die projectjes van herenboeren, bijvoorbeeld. Dat lijkt mij toekomstgericht. Die, uh, waarbij burgers uh, voedsel ophalen bij een bedrijf waar ze dan eigenlijk half mee inzitten. Ja, dat zijn wel uh, projectjes die, die denk ik in de toekomst gaan toenemen. Um, het, het feit dat, dat de, um, de boerenbevolking kleiner is geworden ten opzichte van de stedelijke bevolking, de verstedelijking van de mensheid ja. en de mechanisatie van het voedsel. Um, heeft, dat, uh, heeft dat nog een een spirituele werking op de mens, denk je? Nou ja, kijk, als iemand uit de stad echt de band met het land en de natuur kwijt is, want dat gebeurt dan in principe, dan je, kan, is er een, een reëel risico dat jij niet meer begrijpt hoe de natuur functioneert. En eh, ja, je dan verkeerd geïnformeerd bent... Dan kan het zijn dat jij anti-gevoelens tegen boeren krijgt, omdat je met het idee rondloopt dat het gigantische vervuilers zijn. Terwijl het niet, niet altijd zo is. Je hebt, je hebt er een deel die, die wel voor wat vervuiling zorgen, maar die zijn zo opgeleerd. Zo hoorden het. Dus, ja. Dat is, dat is een beetje een lastig iets, vind ik. Van wat is de oorzaak, wat is het gevolg? Maar ja, de band met de natuur is natuurlijk sterker als iemand in een klein dorpje op het platteland woont. Dan is, dat wanneer dit, is dat... iemand in de, Kijk, midden in de grote stad woont. Klaus Schwab zegt, uh, de toekomst van de mens is uh, digitaal. Gaan we gaan we gewoon überhaupt meer digitaliseren. Want alles ja. digitaliseren. Misschien zou ik dat ook zeggen, moest ik digitale dingen verkopen, maar dat is denk ik, uh, dat moet niet de bedoeling zijn. Nee, is het... nee, het is de symbiose met de natuur. Hoe gaan wij samenleven met de natuur? Dus hoe gaan we ook reststromen? Hè? Van iedereen zit wel, nou, nou, nu kom ik op dat idee ook ineens. Nu, hè, we zitten allemaal over die drijfmest bezig. Maar er zit in Nederland nog een diersoort, daar zijn er 17 miljoen van, die maken allemaal samen ook een enorme massa mest en urine. En die wonen heel veel in steden. Dat gaat allemaal naar een waterzuiveringsstation. Nou ja, in principe als je in circulair denken bent, dan zou al die poep en pis van mensen ook ergens terug in een kringloop moeten komen. Maar dat is wel problematisch, omdat daar natuurlijk ook heel veel residu's van medicijnen bij in zitten. Aha. Maar ik vind dit wel een thema, daar hebben ze het nooit over. Maar als je dat moest bekijken, hoeveel stikstof dat is, hoeveel fosfaat dat is, ja. en alles waar die boeren op afgereden zijn. Het is makkelijker, worden, om, nou, het is makkelijker nou ja. om de koeien de schuld te geven, want die, die sturen geen juridische brief terug. Nou ja, dat is misschien <laughs> het punt, hè? En eh, wat ik ook nog een puntje vind, toch, als je kijkt naar die stikstofcrisis: vliegtuigen maken natuurlijk geen stikstof. Hoe kom je erbij? Eh, die ge hebben geen uitstoot. Eh, een kunstmestfabriek heeft ook geen uitstoot, want die heeft een schoorsteen van 50 meter en alle emissies boven 50 meter tellen niet mee. Dus toen heb ik zo eens om, om de boel te provoceren, gezegd van, nou, dan is het stikstofprobleem toch binnen een maand opgelost in Nederland. Je zet op elke stal een schoorsteen van 51 meter, om zeker te zijn. Alle ammoniak gaat op 51 meter hoogte de lucht in. En we hebben geen probleem meer, want daar kijken we voor het gemak even niet naar. Nou, dan ligt voor iedereen de lat mooi gelijk. En dan is het toch opgelost. Weet ik uh, dank jou voor deze probleemanalyse. We gaan door naar deel 2. Deel 2 um, uh, wordt gepubliceerd op het YouTube kanaal van Natuurpad. Want we gaan het hebben over uh, de oplossingen voor deze problemen. Um, en dat ga ik niet doen. Dat gaat Jeroen doen met jou. Um, en volgens mij is de richting die we op moeten gaan denken is... de techniek moet de biologie ondersteunen en niet andersom. Zo is het. Dank je wel voor het gesprek, Peter. Thank you.